Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video, jongens. Na het aangekondigde vuurwerkverbod in Nederland loopt het gigantisch storm hier in België. Achter mij zien jullie al de Zena, de bunker. We gaan zo meteen naar even kijken. We gaan ook naar de pyro shop. Maar net zoals ieder jaar laat ik even zien hoe druk het hier is. We zijn nu wel behoorlijk vroeg, omdat we gewoon even, ja, gewoon in alle rust even de winkels in willen gaan. Hopelijk. Maar we hebben al informatie gekregen dat het sinds het vuurwerkverbod hier echt chaos is. Eigenlijk is alles van Funko uitverkocht. Je hebt alleen nog dingen van Luipaard. En bovendien is België op dit moment dus nog het enige land, dichtstbijzijnd bij Nederland, waar je gewoon nog je vuurwerk kan kopen. Omdat Duitsland natuurlijk ook verboden is. Althans, voor mensen die geen KVK hebben, is het dus verboden voor particulieren. Afsteken mag daar wel. Heel raar ook, maar het kopen dus niet. Dus ook dit jaar, jongens, weer geen Lidl, geen Kaufland, geen Aldi, helaas. En of het ooit nog terugkomt, is de vraag. Nou jongens, we gaan even bij de bunker naar binnen. Kom maar. Omdat het niet altijd druk is. Nou, er staan heel veel auto's klaar hier, jongens. Vroeger zat dus de bunker hier zo. Bij dat deurtje. Fucking ziek was dat, man. Zo'n klein bunkertje. Maar sinds een paar jaar kan je het dus ook hier halen. Wat lekker ingeladen. Wij gaan ook even kijken. Het is momenteel nog best wel rustig hier in de winkel, jongens. Komt omdat we heel erg vroeg zijn. Maar moet eens kijken hoeveel er is uitverkocht. Bijna op alles staat helaas. Ja. Daar ook Funke Elegant Night is er niet meer. Dingen van Luipaars nog wel. Dus ja, die hebben we vorig jaar gehad. Eventueel wat van halen. Deze dingen zijn ook nog gewoon original. Knallers ook natuurlijk nog. Maar ik baal er wel van dat alles van Funke nu op is. Ja, jongens, zoals jullie zien, ook heel veel Tunnekings hier in de aanbieding. 11,50. Hoeveel? Ik denk echt binnen een paar jaar zijn ze eruit, man. 40 stuks voor 11,50. Cool bastard. Red toch? Oh ja, dit zijn cool. Dit is ook een mooie aanbieding, hoor. 9 euro voor deze. Kijk, denk ik deze ook even meenemen. Mooi. Knallers kunnen we ook even filmen. Hier matjes. Het mooie is dat je hier dus wel luchthuilers hebt. Lufthuilers. Hier bracho's. Even kijken. Scheising kanonslagen. Kijk dan des. Scheising. Ja man. Yo, Scheising. Sissing. Nou, hier liggen dus alle bestelformulieren klaar. Ik verwacht echt topdrukte. Het is ook zo, alleen we zijn nu net bij opening zijn we naar binnen. Om even flink wat in te slaan. Mooie cakejes in de aanbieding. Krekling Chrysanthium. Wat bouw ik dat die grote blokken er niet meer zijn. Eerste is ingeslagen. Zo. Lufthouders. In Nederland niet meer te verkrijgen natuurlijk. Gewoon kat 1. En ik weet zeker dat deze over een paar jaar helemaal eruit zijn. Dus ik dacht van, weet je wat, we slaan even wat in nog voor de grap. We gaan nu even denk ik door naar de pyro shop of zo. Ja joh. Ja? Gezellig. Andere winkel? Of loods. Loods. En dolfijn, dat kunnen we ook doen. Oh ja, dat vind ik wel dolfijn. Nou, in het welbekende straatje, jongens. Daar loods. Het lijkt hier iets drukker. Ik zie daar al auto's staan. Laten we een paar blokken vallen. Helaas dus geen Funke meer. Het lijkt hier wat drukker, man. Je hebt hier loods. Daar in de verte Zena Tabakotiek natuurlijk. Daar gaan we even naar binnen, maar ook bij de pyro shop. We zijn nu bij loods, jongens. Hier zijn nog veel cakes beschikbaar. Kwaad blokjes. Mooie deal. Onze bomber is echt een mooi blok, man. Die prijs ook. Van een gehoorbrand. Gehoorbrand. Ook al uitverkocht. Jullie zien het, sinds het vuurwerkverbod in Nederland is het hier heel erg druk. Heel veel vuurwerkshoppende mensen hier zo. We zijn nu dus heel vroeg, daarom is het iets rustiger. Maar jullie zien het. Heel veel cakes zijn uitverkocht, waaronder alles van Funke. Grote blokken bij loods, allemaal weg. Dus ik ben benieuwd of ze bij de pyro shop nog wat hebben. Pas wel, toch? Het ziet hier ook momenteel nog niet heel erg druk uit, gelukkig. We hebben een goede tijd uitgekozen. Tabakotiek zijn we nu, of in ieder geval lopen we nu langs. Laten we daar ook maar even naar binnen gaan. We staan op dit moment in Tabakotiek. Zoals jullie hier beneden zien, eigenlijk is alles uitverkocht van wat we zouden willen. Ja. Helaas. Mooie speel. Deze is nog wel als enige, maar die gaat er ook uit. Ja. Sowieso, als deze video online is, is deze uitverkocht. Eentje? We hadden echt graag nog een paar blokken van Funke willen hebben, maar die zijn dus uitverkocht door alle drukte. Misschien nog wel wat van die losse dingen. Kijk, hier heb je de Bali Tiger bijvoorbeeld. 45.
Die is mooi. Die is mooi. En er zijn hier natuurlijk heel veel aanbiedingen. Deze Flaming Stars voor 20 euro. Op zich wel moeite waard, man. Ja. Maar we hebben al natuurlijk wat leuke dingen gehad. Bas Vos staat naast me. Hier aan deze rechterkant zien jullie de Pyro Shop. Ik moet zeggen, ga zien hoe druk het is. Maar voor mijn gevoel is het wat minder druk nu met auto's ook. Je hebt hier bijvoorbeeld een parkeerplaats, wat wij nog nooit hebben gezien. Zo. Normaal staan we helemaal daar geparkeerd. Even kijken wat ze hier hebben bij de Pyro Shop. Mondkapje in de aanslag. Ja, helaas. Kijken of hier nog veel voorraad is. Maar ik ben bang van niet. Er zijn momenteel zo te zien niet heel veel mensen. Nou, buiten zien jullie al mooie knallers liggen. Met een stokje als hond. Niet heel veel auto's ook, wat ik net al zei. Mooie aanbiedingen. Laten we maar even naar binnen gaan, boys. Flink wat in te slaan. Ja, jongens, we staan op dit moment in de Pyro Shop. Even te kijken bij wat mooie cakes. Zoals jullie zien, best wel veel nog op voorraad hier gelukkig. Er staan dus veel controles. Gaan we zo meteen ook even checken. Of veel controle is. We horen dus dat er echt aan elke kant van Baarle momenteel controle is. Is misschien wel lachen om dat op beeld te krijgen voor jullie. Want het hebben we volgens mij nog maar één keer echt kunnen laten zien. Dat er politiecontrole was hier in Baarle. Maar we gaan nu natuurlijk richting de kerstvakantie. Dus dan is het altijd drukker. Kryptonite. Cardano denk ik. Ik heb natuurlijk heel veel van Pyrostar. We hebben het ook al laten zien aan jullie in, bij Alpeco. Hier Bondrich nog. Eagle Eye hadden wij ook. Maar ze is in beslag genomen toen. En natuurlijk wat ik net al zei, die Fireball. Vind ik echt een mooie deal. En daar zien we hem op camera. Nee, dat is de Pandora box. Oh, dat is hier. En wat we ook denk ik op het lijstje hebben staan. Color Shell. Zo. Dit is zijn van jij vet, hè? Ja, die is echt mooi, man. Super deal. Spirit of Beijing. 100 shots. Je ziet het, hier heb je wel mooie flowerbeds. Pijlen ook daar, hè? Zo jammer dat het in Nederland niet meer mag. Zo, ja man. Zo tering. Al die grote, kijk deze gek. Mooie dingen, man. Die zagen we ook in Polen, hè? Ja. Of Tsjechië, sorry. Die zagen ook in Tsjechië die grote joekels. Kan je gewoon gebruiken als vogelverschrikker. Ja, jongens, weer leuke dingen geshopt. Waaronder deze. Oh, Zena White Strobe, heet die toch? Kleine saluutjes. En die Crackling Chrysanthemum van Original. Gaan we zo gelijk even afsteken hier in het dorp. Fantastisch. Dus leuke dingen gehaald. Even wat gehaald, jongens. Het volgende is kut. Zo. Om te kijken of het in de auto past. Ik denk het wel. Dus we zijn weer in de auto richting de grens aan het rijden. Altijd lachen natuurlijk. We nemen nooit wat mee over de grens. Alleen we hebben signalen gehoord dat er gisteren de hele dag controle stond. Vuurwerkcontrole. Al zeiden ze bij Zena dat voornamelijk controle was op openstaande boetes en belastingen. Maar we moeten toch even kijken. Ieder jaar horen we in december dat er controle staat. En ja, we hebben één jaar natuurlijk politie zien rijden in Baarle zelf. Maar voor de rest weinig gezien van controles. Gisteren stonden ze dus hier de hele dag vanaf 11 uur 's ochtends. En ik hoorde dus dat vandaag de kans er ook in zit dat ze er zijn, want het is gewoon een normale werkdag. Hoe raar is dat? Normaal gesproken zou je zeggen van dat ze dan in het weekend komen, voornamelijk op een zondag bijvoorbeeld. En dan gaan meestal ook die winkels dicht, hè. Ik had laatst gesproken met een van die eigenaren, maar als de vuurwerkcontrole staat, dan pleuren ze gewoon de shop dicht. We zijn op dit moment ver in Nederland. Er zijn geen controles geweest, althans we hebben niks gezien. Er was wel één moment dat we verkeersregelaars zagen. We dachten, controle. Ik wilde mijn camera pakken om te laten zien. Maar er was geen vuurwerkcontrole. Het vuurwerk wat we dus hebben gehaald, ik weet dat heel veel mensen... En het staat hier helemaal vast, man. Ik weet dat heel veel mensen denken dat wij liegen en dat we gewoon het vuurwerk wel over de grens meenemen. Maar we spreken altijd met de winkels af dat we het daar laten. En vervolgens op een andere locatie met hun gaan afsteken. Zodat we met Oud en Nieuw die beelden kunnen gebruiken. Of we gaan met Oud en Nieuw die kant op. Want wat we gaan doen met Oud en Nieuw is nog even dubbel. Er is dus in Duitsland een verbod op het verkopen ervan, maar niet op het afsteken ervan. Dus misschien gaan we alsnog die kant op. Voor nu hoop ik dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Het is momenteel dus heel erg druk in Baarle, maar wij zijn aardig vroeg al op pad gegaan om te kijken of het op dat moment rustiger was. En dat was ook zo, gelukkig. En het is natuurlijk een doordeweekse dag. Helaas hebben we daardoor controles gemist, want gisteren waren er dus meerdere controles. Thanks voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet ook niet op het belletje te drukken, jongens. Want morgen om 4 uur gewoon weer een video. Later.